Over een paar seconden dan is het zover. Dan klinkt daar boven het startschot en dan is de 105e Vierdaagse van Nijmegen begonnen. We zijn onderweg. 4 dagen lopen, 4 dagen genieten, 4 dagen pijn lijden en 4 dagen boven jezelf uitstijgen. In onze eigen ideale wereld. Dag 1, de dag van Els. Welk woord hoort er wat jou betreft bij? Pijn. Nu al? Nu al, ja. Uitdaging. Morning, where are you from? England. Where in England? Kent. Kent. Oh, I love Kent. And what is that? Awesome. Awesome? That's so un-British. It's very American, isn't it? Could you do a better British word? Hello, William. William, come on. Peculiar. That's very British. I love it. Uitverdam. En wat betekent dat? Je gaat al die verder. Precies. Om met elkaar samen gaan we doen en we maken er gewoon een betere wereld van. Nou, schrijf dat maar op dan ergens. Zo. En ben jij een wandelaar van nature? Ik ben eerder een sprinter, dus het wordt uitdagend, maar wordt leuk. Ja, de Waalbrug haal je met gemak en daarna wordt het afzien. Ja. Ja. Wat verwacht je ervan? Als ik de drukte hier zie, een hoop gezelligheid. Ja, dat sowieso. Maar ook een hoop billen en kruisen in mijn gezicht. Ja, billen en kruisen. Kruisjes. Wat is er met Sebas? Hij is ziek, hij heeft hersentumoren. Tumoren? Ja, helaas wel. Dat je denkt, ik ga het gewoon halen, want... Als ik het even moeilijk heb, denk ik aan hem en dan gaan we nog. Gaat de pijn er weg? Ja, precies. Oh. Doorzitten. Wat er ook gebeurt, gewoon doorzitten. En ik denk dat het voor Sebas heel fijn is dat hij weet dat jij vandaag voor hem loopt. Ja, dat hoop ik wel. Dat doet ja, ook daar goed. Gaan we voor. Voor mij is het woord samen. Samen van start, samen de Waalbrug over, samen aanmoedigen en samen achter de schermen zorgen dat alles vlekkeloos verloopt. En dan in de loop van dag 1 ontstaat dat unieke, onbeschrijfelijke wandelgevoel. Heerlijk. Wat is de Vierdaagse zonder militairen? Ze komen vanuit de hele wereld. Frontzorgflakken! Heilsflakken! Stiefel! Oh. Hoekzaak! Oh. Voorwaarts! Oh. Deze Nederlanders en Duitsers lopen samen in een detachement. De vlag valt wel op zo binnen de Duitsers. Hoe zit dat?
Nou, wij zijn momenteel eigenlijk in alles behalve nationaliteit zijn wij onderdeel van de Duitse delegatie, van het Duitse detachement. Aangezien we toch Nederlanders zijn, de vlag mag niet ontbreken, want het is bij de Duitse traditie dat zij een vaandel meenemen. Nou, dan een traditie geven wij graag gehoor, maar dan wel met een Nederlands tintje. Ja, aan de andere kant heb je nu dan ook de eer van de Nederlanders hoog te houden. Ja, maar wij kunnen aardig mee hoor. Wij, aan ons zullen ze geen last hebben. Wie is er zo met die Nederlandse leute zo lopen? Super. Zal ik wat anders zeggen? Nee, super. Macht Spaß. Goed integriert. Wij gaan gewoon samen met oefeningen, wij gaan samen naar missies, wij worden samen uitgezonden. Dat is altijd leuk. Ja, dat is hetzelfde. Nu gaan we samen trainen en een beetje wandelen. Ja, is er nog een beetje onderlinge strijd met elkaar? Wie loopt het beste vandaag? Ik denk van niet. Abgrüßen Duits! Ja, maar u gaat de Nederlanders er niet uit proberen te lopen vandaag? Nee, helemaal niet. Nee. Hoe lopen de Duitsers? Ligt het tempo hoger dan in Nederland? Of? Dat durf ik niet te zeggen. Nee, ik denk dat het echt heel erg verschilt per detachement. En we gaan het vandaag wel zien hoe hard we gaan lopen. Ja, dat past je er goed in. Volgens mij moeten we de menigte voor zijn. Dus vandaar dat we een stapje harder zetten. Dat is wel een heel stapje harder. Dit is bijna rennen. Nou, snel wandelen mag je inderdaad wel noemen. Goedemorgen. Goedemorgen. Irgendwo im fremden Land, im fremden Land. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Gib mir mein. Schießgewehr. Zelfs samen zingen. Ja. Zijn het leuke Duitse liedjes? Nou, mijn Duits is niet zo goed. Maar ik doe mijn best. We zijn dabei. 100 man. 100 man. Und ein Befehl. Und ein Befehl. Hebben jullie leuke gesprekken? Of? Met een beetje gebrekkig Duits en Engels kom je wel een heel eind. En gaandeweg leer je elkaar toch best wel goed kennen, hoor. En verder in de omgang, Duitsers zijn natuurlijk wat formeler altijd, ja. Hè? Merk je daar wat van onderweg? Nee, momenteel niet. Zo ben ik wel ingestapt, hoog inschieten. Maar het is best wel informeel. Best wel gezellig. Dus best eigenlijk. Wel gezellig, eigenlijk. Ja, het is echt lekker om met ze samen te lopen. Ik loop altijd achter, dus ik kan gewoon met ze roddelen. Dat is ook altijd leuk om te doen. En dat is ook altijd een beetje raar als de mensen kijken dat een Duitser altijd in het Nederlands praat. Zo. Is daar nog een beetje strijd tussen die Duitsers en nee. Nederlanders? Nee, was niet. Dat is die waarheid. Nu gemütlich. Ja. We hebben Spaß. Het eten, dat lijken de Duitsers wel goed geregeld te hebben. Ja, dat hebben ze zeker goed geregeld. We kunnen eigenlijk gewoon langslopen. Allemaal fruit, vaak ligt er ook groenten of snacks. Ja, de Nederlanders moeten het voornamelijk zelf meenemen. Of onderweg iets kopen. Of zelf gewoon een lupaatje, dat is een lunchpakketje. Moeten ze dan meenemen. En voor ons is dat anders. Ja, dus dan is het toch beter wellicht om met de Duitsers mee te lopen. Nou, we hebben het wel goed voor elkaar zo, ja. Samen zijn we sterk. Ha! Ga lekker zitten. Oh. Vader en zoon, wat is de aanleiding voor jullie om samen te gaan wandelen? Mijn vader wou met mij het liefst. Aha, oh jij wou het graag? Ik wil heel graag met hem lopen. En waarom wou jij dat zo graag? Nou, onze band is al heel goed. En ik denk van ja, tijdens het lopen kunnen we mooie gesprekken voeren. En veel mensen leren kennen. En dat doen we nu lekker samen, dus ja, leuk. Dan kom je op vrijdag samen over de finish dan, nadat een van twee je uitvalt. Wat gebeurt er dan? Nou, hebben we afgesproken. Dus Noah gaat... Ik ben Noah zijn begeleider, mm-hmm. Dus ik begeleid Noah. Maar stel jij valt uit? Dan gaat Noah door. Ja, zou je dat wel alleen durven? Ja. Ga je gewoon doen, ga je met iedereen mee wandelen. Maar stel nou dat jij uitvalt. Dan stoppen we samen. Ja, dat dan wel. Ja, ja. Je ziet ook iets in jouw rugzakje, Noah. Want 5 jaar geleden gebeurde er iets in jouw leven. Dat was helemaal niet leuk. Is mijn tante overleden. En wie was dat? Dat is mijn tante. En hoe heette ze? Een belangrijk persoon in mijn leven. Ja, en hoe heette je tante? Lisette. Lisette? Ja. En waarom was Lisette voor jou belangrijk? Ze voelde voor mij als een moeder. En denk je nu dat als je gaat wandelen, dan word je natuurlijk ook moe onderweg, dat je het samen ook over tante Lisette gaat hebben? Nee, niet echt. Nee? Nee, ik hou niet echt van praten. Je houdt niet van praten? Nee, het liefst loop ik gewoon. Gewoon lopen. Dat wordt een zware taak, vader. Nou, het is een uitdaging, maar dat maakt het ook juist ook zo leuk. Tante Lisette zit bij je zoon. Wat zit er in jouw rugzak? Na 17,5 jaar heb ik ontslag genomen bij de politie.
Wat was er precies aan de hand? Waarom heb je voor jezelf moeten kiezen? Nou, ik voelde mij niet gewaardeerd eigenlijk. Binnen de politie gebeurt er ook best wel veel, ook op het gebied van discriminatie. Mm. En dan hoop je dat je daarin een bijdrage kan leveren. Het wordt nog steeds niet serieus genoeg genomen. En dan, ja, sommige mensen gaan er echt voor, ja, hoe moet je zeggen, carrière. Laat me het zo zeggen, voor hun carrière en het stukje racisme en discriminatie. Dat komt ergens op een plek waar het eigenlijk niet hoort. Ja, te weinig aandacht en juist, te lage prioriteit. Juist, ja. Ja. Wat vond jij ervan dat je vader stopte als politieman? Leuk, voor hem. En voor jou? Weet nog niet. Nee? Nee. Heb je er vertrouwen in dat het goed komt? Beetje. Beetje, en ook een beetje niet. Ja. Wil je elkaar nog iets vertellen nu? Dit is het moment, denk ik. Nee. Misschien wil je vader wel iets tegen jou zeggen. Ja, nou, ik wens jou, jawel, ik wens jou heel veel succes en ik weet dat je het gaat redden. Als ik zo naar jullie kijk, dan voel ik toch een beetje jaloezie. Vader, zoon, dat heb ik met mijn vader Noah nooit kunnen doen. Dus geniet ervan, jongens, en heb hele mooie dagen. Dank u wel. Veel plezier. Bedankt. Hoi. Tot ziens. Doe. Beste wandelaar, je hebt het misschien al gemerkt, je loopt niet alleen. Natuurlijk niet, zul je zeggen, er lopen nog tienduizenden andere wandelaars. En dan is er ook nog eens die enorme massa met toeschouwers. Maar nee, daar heb ik het niet over als ik zeg, je loopt niet alleen. Misschien had je het vandaag al wel. En anders komt het de volgende dagen nog, onvermijdelijk. Soms even maar, of een hele dag. En misschien heb je het wel alle dagen. Dat er ineens iemand met je meeloopt. In je hoofd. Dan dwalen je gedachten af. Naar die vriend. Naar je moeder. Naar je geliefden die er helaas niet meer zijn. Het stemt weemoedig. Droevig wellicht. Want ze hadden erbij moeten zijn, ja. Of het geeft je kracht om gewoon door te lopen als het even niet gaat. Ze zijn misschien juist wel de reden dat je loopt. Dat je voor een goed doel loopt. Voor het kankerfonds, voor de Hessenstichting of toch gewoon voor jezelf. Noem het een verwerking, een soort bedevaart. Nee, niet naar Lourdes, maar gewoon naar de wedren in Nijmegen. Na vrijdag, naar jezelf. Plassen moet iedereen en soms gebeurt dat op de meest onmogelijke plekken. Voor het kippenhok bijvoorbeeld, dat er gepoept wordt. En het is ongelooflijk. In de struiken, tussen de struiken, onder de struiken. Overal waar wij niet kijken, naartoe kijken, wordt er geplast. Het is verschrikkelijk. Plassen, oké, maar er wordt zoveel gepoept. En als je gewoon weken, maanden later nog steeds overal toiletpapier vindt, echt overal rondom je huis, dat is niet leuk. Stinkt. Bah. De Vierdaagse draait zo soepel dankzij alle vrijwilligers. Het mobiele controleteam heeft dinsdagochtend vroeg in Huissen een belangrijke taak. En Marcel neemt dat wel erg serieus. Ja Marcel, het is vroeg. Wat gaan we nou precies doen? Nou, we wachten hier op de eerste wandelaars die van die kant komen. Of die van die kant kunnen komen. En als het goed is krijgen we eerst de safety car te zien in plaats van eerste wandelaars. Want dan loopt iedereen prima op tempo. Ja, Marcel, is dit een beetje tempo wat je moet lopen? Nou, dit is wel heel gemiddeld hoor. Ik denk dat de gemiddelde wandelaar nog wel een stukje harder loopt. Maar dit is toch ongeveer 5-6 kilometer per uur, denk ik, hooguit. Ja, want ga je straks ook meelopen om te kijken of ze wel een beetje dat tempo aanhouden? Nee. Als de mensen echt gaan hardlopen, dan zie je dat, hè. Dat blijft gewoon wandelen. Michiel, zijn er al wandelaars gesport op de rode route over? Marcel, is niet een beetje politieagentje spelen om iedereen te gaan controleren? Nou, politieagentje spelen. Controle hoeft niet altijd politieagentje te zijn, hè. Er zijn regels dat je niet harder mag lopen bijvoorbeeld. Het is ook voor de mensen de veiligheid. Dus vandaag gaan we kijken of mensen zich vandaag aan die regels houden. Nou, ik zie in ieder geval de eerste wandelaar op de 50 rood aankomen. Het is altijd een beetje moeilijk te onderscheiden of iemand nou aan het rennen of heel snel aan het wandelen is. Is dat wandelen? Dat is nog wandelen, ja. Best hard hoor. Ja, meneer maakt een snelle beweging, maar
Minstens met één voet de grond blijven raken, dat is de definitie van wandelen. En anders ben je aan het hardlopen. Hesje aan, voor de zichtbaarheid. Heb je ook wel eens mensen die zeggen, joh Marcel, laat mij met rust. Ik wil gewoon lekker lopen. Jazeker, maar ook die mensen hebben recht op controle. Daar hebben ze allemaal voor betaald. Goedemorgen. Het is eigenlijk een hele belangrijke taak wat jullie hebben. Nou, ik vind dat dat een onderdeel uitmaakt van de hele wandelbeleving, ja. En wat is die beleving dan, dat je gecontroleerd wordt? Nee, de beleving is dat je de prestatie hebt geleverd. He, dat je de prestatie hebt gedaan en dat je later ook kunt zeggen, hey, ik heb 4 dagen lang 30, 40 of 50 kilometer gelopen. En daar is goed op gecontroleerd. Dus dan kun je vanuit mij aannemen dat die medaille, dat ik die verdiend heb. Goedemorgen. Gewichtscontrole. Kunnen we uw bepakking even wegen? Even, ja, meer dan genoeg. Ja, top. 12-3. Oh, veel te veel. Hartstikke goed. U gaat lekker. Even kijken, dat is van... Ja, u bent vandaag de 60, ja, ja, ik ook, dus dan is het makkelijk rekenen voor mij. 54, ja, dan klopt hij weer. Ja. Veel succes nog. Ja, dat is toch even belangrijk, Marcel. Jawel, kijk, iedereen heeft recht op controle. Je mag militairen lopen de 40 in plaats van de 50 kilometer, maar dan hebben ze 10 kilo bepakking. Tenzij je 50 bent, of het jaar waar je 50 wordt, en dan hoef je geen 10 kilo meer te nemen. Toch even checken en dan checken we even het ID. Doen we niet bij iedereen, maar steeksproefgewijs. Maar jullie lopen mooi, mooi op tijd. Jawel, jawel, jawel. Yes. We gaan rustig door. Veel succes. Hey, groetjes, hè. Hoi. Nels, Colinda, een beetje een tranen tussen de vreugde. Waarom heb je verdriet? Mijn vader zou meelopen, maar die heeft vanwege zijn kanker kan hij niet meer meelopen. Hij staat nu in Valburg om mijn kinderen aan te moedigen om daar een eitje te bakken. Maar dat is wel heel knap dat hij dat doet. Heel knap, ja. En ik ben wel blij dat hij het kan doen. Het is een beetje stom om hardop te zeggen, maar het is toch zo. Dat is wel echt de kracht van de Vierdaagse. Ja, absoluut. Wat gaaf dat je dit even deelt. Elst, heerlijk wandeltempo. Staat er. Ik hou hem wel even op, kan jij het even lezen? Wacht even, zo. Wat zie je? Zet hem op, kanjer. Kanjer! Oh, ik zag het niet. 3, 2, 1. Zet hem op, kanjers! Goed gedaan. Dag. Slecht horend, want je staat voor de herrie. Lijkt me geen fijne plek. Niet erg. Gaat wel prima. Is een beetje hard voor die mevrouw. Kan het wat zachter voor die mevrouw? Even helemaal uit. Even helemaal uit. Oh, dit is toch veel lekkerder. Even lekker rusten, Els. Ja. Je hebt gewoon een taart gekocht en toen dacht je, dat ga ik uitdelen. Jazeker. En maakt niet uit aan wie?
Of... Ja, dat wordt hard, hè? Ja, dat neem ik aan. Maar zullen we dat even actief gaan uitvinden? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Jawel, jawel. Pak hem nou. Zo. Zou ik heel even mogen zitten? Jawel hoor. Oh, heerlijk. Ik kan wel hier zitten. Nee, nee, doe deze maar, want ik vond dit echt... Oh. Ja, deze gaat lekker. Zo, ik ben nu al helemaal kapot. Ja. En dan moeten we nog 3,5 dag. Oh, als u nog even doorloopt. Ik zit goed. Ja. Nou, het is iets over 3. En we nemen even lekker de teentjes met talkpoeder. Dat ze lekker droog blijven. Nou, gaan we. Teunis van der Poel hier, verslaggever Omroep Gelderland. We zijn op weg naar de wedren voor de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse, de 105e editie. Ik ben niet de enige. De eerste 3 uurtjes die zitten erop. Het gaat best lekker. Waar ik dit jaar heel erg op heb gelet, is dat ik niet te hard van stapel loop. Vorig jaar wel gedaan. Spieren een beetje overbelast. Nou, even de voetjes omhoog met Elde, sokken wisselen en dan gaan we weer. De dag van Elst die zit er alweer bijna op. Nog een paar kilometer tot de wedren. En ik ben niet te hard van stapel gegaan. Maximaal 6 kilometer per uur gemiddeld gelopen. En dan gaan we woensdagochtend om 4 uur van start voor de dag van Wiegen. Nog één! Op de berg! En nog één! En nog één! Ja, dan gaan we nog kijken! Ja, naar achteren! En nog één! Het zit tegen de klep op. Gewoon tegen de klep op. Hoe versieren ze dat toch? Ik snap het niet. Nog één! En nog één! Komt u maar, mevrouw. Nee, een schone hoor. Komt u maar. En nog één. En nog één. Ja, en nog één. Arm in arm. We hebben een arm. Waar is je vader? Die is nog aan het lopen. Oh, heb je hem afgeschud? Ja. Want we zaten vanmorgen met elkaar te praten. En toen dacht ik, vond je het wel gezellig om te praten over je vader en jou? Ja, was gezellig. Jawel, maar je was wel heel stil. Ja. Dus ik denk van, wat zou er onderweg allemaal gebeurd zijn? Heb je nog gepraat met je pa? Nee. Waarom niet? Ik ging vooruit lopen. Je bent meteen gewoon helemaal weggelopen? Ja. Helemaal alleen gewandeld? Ja. Dus heb je helemaal niks kunnen bespreken met je vader? Nee. Hoi. Hoi. Zwaar, hè? Wil je een arm? Dank je. Zo. Het helpt even een beetje. Waar kom je vandaan? Hier uit de stad. En je wist hoe zwaar het was, hè? Ja. En toch viel het tegen? Ja, ik heb niet getraind. Oh, waarom niet? Ja, ik kwam dit jaar niet zo uit. Ken je de uitdrukking hardlopers? Nee. Zijn doodlopers. Ze moeten lekker samen gewoon lopen. En misschien kijkt je vader vanavond wel. Wat zou je nou tegen hem willen zeggen? Ik hou van jou. Oh, nou, dat is wel heel leuk. Tot morgen. Loop lekker. En wat voel je allemaal? Ja, mijn buk, mijn benen en Maarten allemaal tussen je oren. Zo, en die help je even het laatste meters. Oh, mooi, lekker. Maar waar is je zoon? Die is er ja, al. Ja, die zet de turbo in, hè. Nou, 2 keer de turbo en dan ben je kwijt. Meteen al, hè? Meteen al, we waren nog niet uitgebaat. En hij was weg. Ja. Morgen gaan jullie samen lopen, denk ik. Morgen gaan we samen lopen. En dan hou je hem gewoon vast. Dan hou ik gewoon aan de touw. En als je naar vanavond gekeken hebt, dan weet je ook waarom. Je bent er bijna. Ah, mooi. Loop lekker. Is goed, tot ziens. Tot morgen. Hoi, hoi. Dag 1 zit erop. En of je nou 50, 40 of 30 kilometer hebt gelopen, op wereldschaal zie je daar niks van. Maar voor iedereen persoonlijk is het een hele grote prestatie. En al die prestaties samen, die maken dit echt de ideale wereld. Tot morgen. Lieverd, ik ben op de terugweg, want je weet dat ik bij jou alleen maar rust heb. Dus waar je dan ook bent, maakt niet uit. Oh, ik kom naar huis, want
snelle route. Al moet ik heel de wereld af, blote voeten. In je favoriete hoodie die nog naar je ruikt. Oh, ik kom naar huis. Ik denk er niet meer over na. Voor alle hoogtepunten ga je naar gld.nl/vierdaagse.